Afgelopen twee wedstrijden, 6-6. Dessel komt eraan. Volharden lijkt mij de boodschap. Ik neem aan dat coach Yves Van Mormen daar 100% mee eens is. Absoluut. We hebben 6-6 gehaald, maar in feite staan we nog altijd nergens. We hebben nog een serietje extra nodig. En wij hopen dat morgen tegen Dessel al te kunnen verwezenlijken. Ja. Ik lees in de krant doelpunten kampioen, doelpuntensaldo of doelsaldo's. Nou, Dessel Sport is de ploeg in vorm nu. We hebben 9-9. We staan bovenin. We hebben een zeer goed elftal. En dit zal een te duchte ploeg zijn, absoluut. Hoe verklaar je de ommekeer plots? God, ja, een moeilijke start. Daar gaan we het niet meer opnieuw over hebben. En dan heb je plots de 6-6. Ja, dat valt dan uit de lucht, toch? Hoe komt zoiets? Gewoon omdat je een doelpunt meer maakt dan de tegenstrever. En dan ga je, dan ga je gemakkelijker winnen. In deze wedstrijden, in deze competitie, in de eerste nationale, ligt alles op een heel klein plaatje. Iedereen kan van iedereen winnen of verliezen. En de details zullen elke week het verschil maken. En je kunt 3 keer achter elkaar winnen, je kunt 3 keer achter elkaar verliezen. Dat is allemaal mogelijk dit seizoen. Ja, het is dan toch een, om daar dan toch nog maar even op terug te komen, die 5 doelpunten Mandel, ja, dat is toch wel indrukwekkend. En dan Charleroi de boot in, ja. Ja, maar ik ga het eens een keer vertellen zoals de huidige ministers het kunnen zeggen. Ze scoren, wij weten dat, maar we hebben niets. Voilà. Succes. Dank je wel.